Tussen de Waal en het Pannerdenskanaal ligt strategisch het fort Pannerden. Het is een fort dat behoorde tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het geldt als een huzarenstukje. 5 verdiepingen hoog, van militaire bouwkunst. Toen tenminste, want het fort is gebouwd tussen 1869 en 1871. Het is een sperfort, een zelfstandig, naar alle zijden verdedigbaar fort. Kostte bijna 500.000 gulden. Het fort zorgde ervoor dat vijanden de doorstroming van water niet konden verhinderen, zodat de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet voorzien kon worden van voldoende water. Die linie van 60 forten strekte zich uit van de Zuiderzee, het IJsselmeer, tot aan de Biesbos. De verdediging hiervan bestond uit een systeem van sluisjes, waardoor een strook land van 85 kilometer en 3 tot 5 kilometer breed kniehoog onder water werd gezet. Voor vijanden te hoog om te lopen en te laag om te varen. Het fort Pannerden, dat bijna geheel onder de aarde verborgen is, is enorm groot. 75 bij 70 meter, de fortgracht niet meegeteld. Het heeft maar liefst 5 verdiepingen met 124 kamers en is een web van gangen en trappen. De muren zijn plaatselijk ruim 2,5 meter dik. De onderlinge communicatie werd geregeld door spreekbuizen. Voor de soldaten was het Spartaans. Water stond soms op de vloer en het was er gemiddeld niet warmer dan 10 graden. De soldaten sliepen voornamelijk in de hangmatten, zie de muurhaken. In 1885 werd het fort aangepast om verweer te kunnen bieden aan brisantgranaten. Een gedeelte van de 13 miljoen bakstenen en vele kubieke meters hout werd op strategische punten versterkt met beton en staal. Er werden 2 extra batterijen kanonnen geplaatst die zowel de Rijn als de Waal konden bestrijken. Het bereik was 7 kilometer. Ze konden zelfs Duitsland bestoken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog telde het fort 4 jaar lang een volledige bezetting van 250 soldaten. Fort Pannerden beschikte over een eigen bakkerij, een hospitaal en een apotheek. Er heerste van vroeg tot laat een strenge discipline. Veel tijd ging op aan wachten, want Nederland was en bleef neutraal. De verveling sloeg toe, muren werden beschilderd en hier en daar werden mooie teksten aangebracht. Na de Eerste Wereldoorlog werd het fort slechts gebruikt voor oefeningen. Alleen de kanonnen bleven in het fort. In 1939 werd het fort versterkt met extra kazematten rondom het fort. In de kruitkamers lag 20.000 kilogram kruit. Nog maar 1 dag vervulde het fort zijn oorspronkelijke functie, op de dag van de inval door de Duitsers. Op 10 mei 1940 sloten de Duitse troepen het fort in en dreigden met bombardementen. De dag erna besloot de fortcommandant tot overgave. Na 1945 werd bruikbaar bouwmateriaal voor de wederopbouw uit het fort weggehaald. De deuren, ramen, trappen en het ijzer gebruikte men om de beschadigde burgerwoningen op te lappen. Gelukkig zijn sommige ramen en deuren bewaard gebleven. Haar militaire functie had het fort voorgoed verloren. In het jaar 2000 trokken er krakers in. Zij maakten een mozaïekvloer met de 4 stromen, water, aarde, lucht en vuur, wat nu het logo van het fort Pannerden vormt. Vanaf 2011 is het fort na een grondige renovatie te bezichtigen. Zelfs een van de kanonnen is helemaal in stijl nagebouwd. En dat het fort 124 kamers heeft en een web van gangen en trappen is voor sommigen onder ons een probleem. Weet dan maar eens de uitgang te vinden.